Ze zijn levensgevaarlijk en daarom wil spoorbeheerder Prodeel er zo snel mogelijk vanaf. De onbewaakte spoorwegovergang. In ons land zijn er in totaal 120. Ze worden weggehaald, krijgen spoorbomen en bij een deel van de overwegen wordt een speciale wandelbuis gebouwd. In bosrijke gebieden, landelijke gebieden, ja, daar zijn er een stuk of 50 van. En die zijn helemaal gevaarlijk, want daar zijn geen eens alarmbellen en geluidssignalen. Nou, daar hebben ze het volgende op bedacht. Schuift daar een buis onder, die spoor door, onder het spoor door van ongeveer 2,30 meter in doorsnee. En dat is natuurlijk een goedkope oplossing, ongeveer een tiende van een normale malentunnel. Uh, om dit soort problemen op te lossen en het voor de reizigers, met name de wandelaars en de fietsers en de ruiters, ja, veel veiliger te maken. Uh, echt een soort rioolbuis, uh, zo moet je het voor je zien. Uh, waar één persoon tegelijk door kan. Tegenliggers, dat gaat helemaal niet. Ja, en als je een beetje bang bent voor enge ruimtes, uh, stille ruimtes, dan is dat uh, ja, misschien wel een uh, probleem. Maar ja, dan zeg ik van je moet van de twee kwaden de minst kwade kiezen. En dan is het nog altijd beter om onder het spoor door te gaan dan over die levensgevaarlijke rails.